Goedendag en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Rondom Sport. De laatste van 2023 alweer. Met in deze uitzending weer twee nieuwe sporten. Gijs Koormans van het AZN Bons volleybalteam, welkom. Dank je. En Rachel Venroy van het rolstoelbaljarten. Welkom. Ja, dankjewel. Rachel, rolstoelbaljarten als het Olympisch zou zijn. Zou je dan meedoen? Ja, als ik je kan kwalificeren wel. Kijken ze aan, dan moeten ze er toch wel snel voor zorgen dat het eigenlijk een keer Olympisch wordt. Dat zou wel heel leuk zijn, ja. En Gijs, uh, ja, in jullie team zitten er ook wat senioren, doen mee, hè? Als ik het zo netjes mag zeggen. Uh, hoe leuk is het dan om dan van een veel jonger team te winnen? Wat voor gevoel geeft dat bij jou? Ja, kijk, het is gewoon een heel leuk spelletje. En of je nou jong of oud bent, het gaat erom dat je plezier hebt in dat spel. En het, ja, dan, dan gaat het nou niet zozeer om het winnen. Als je maar fijn gespeeld hebt. Geet zo. NK is er net geweest. Uh, ja. ik, ik zag een bronzen medaille. Ja, Zat er meer in? Nee. Ik had uh, zaterdag heel slecht gespeeld. Dus ik was al in de veronderstelling van... Uh, ...dat wordt niks. En uh, zondag uh, speelde ik de Sterren van Ebel. En toch nog uh, mijn bronzen medaille gehaald. Mijn vierde. Dus ik wou eigenlijk een keer een ander kleurtje, maar die truc is besleut. Kun je voor de kijkers uitleggen waar ligt dat dan aan? Uh, zenuwen. Ik ben uh, best een zenuwpees. En vooral ben een NK. NK is toch, uh, ja, daar leven je naartoe. Uh, je moet toch wel moeite doen om in de voorrondes te komen. En uh, ja, heb je de voorrondes gehad, dan ben je al blij. En dan uh, NK, dan ben je met de eerste dag, dus daarmee ben je een beetje zenuwachtig. En dan speel je ook nog. Uh, niet goed. Heb je dan een dus bepaalde had... rituelen? Um, nee, dat eigenlijk niet. Nee, nee. Wel, ik ga, ik zonder mijn eigen wel af. Ik ben niet, uh, dat kan gaan kleppen, zeg maar. Maar alle muziek die dan nog extra op zit om je de te doen? Nee, 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 nee. Want meestal is het dan wel rustig met de muziek. Kijk, in een café daar wordt de muziek dan wel eens gedraaid. Maar in, uh, met een k dan. Uh... Is dat misschien wel het probleem? Dat, dat je dat gewend bent? Het denkt... zou best kunnen. Ja. Dat is het ja. ja, ik uh, had net al even over rolstoelbiljetten. Uh, uh, ja, ik heb eerst nog rolstoel tennis gedaan. Ja. Uh, daarvoor nog voordat je in een rolstoel uh, zat, ook nog gewoon normaal biljetten. Dat was ja. een beetje wat, uh, waar je mee begon. Uh, hoe is dat destijds zo gekomen ja, dat je in een rolstoel uh, bent beland? Ik heb op 13 jaar leeftijd een tumor in mijn ruggenmerk gekregen. En die hebben ze kunnen verwijderen. Die was goed aardig, gelukkig. En dat ging eigenlijk goed op mijn dertigste. En toen op een gegeven moment, uh, ik zat eigenlijk op de bank en ik kreeg wel zo'n een pijnsgeut in mijn benen. En uh, toen zijn we eigenlijk een jaar een beetje ziekenhuis in, ziekenhuis uit, ander ziekenhuis en MRI-scans en heel de maken En ze konden niks gevonden krijgen. Toen ben ik op een gegeven moment naar België gegaan. En toen ben ik daar in de scan geweest en dan kreeg je meteen ook de uitslag. En het zat te vol vocht in mijn uh, ruggenmerk. En dan noemen ze seringomeli. En dat duwt op de zenuwen van mijn benen. Dus, uh... Staat Op dat moment staat dan uh, in de wereld even stil? Of wist je meteen al wat de gevolgen waren? Uh, nou, ik had uh, van mijn dertigste tot mijn veertigste met krukken in mijn eigen nog een beetje kunnen bewegen. Maar op een gegeven moment ja, wordt het ook te zwaar. En dan die overgang van krukken naar rolstoel. Die overgang was heel zwaar. Die was echt moeilijk. Ik heb me eigenlijk drie maanden echt afgezonderd en ik wilde er echt ook helemaal niemand zien. Want dan moeten we wel even een knopje omdraaien en. Ja. Uh, yeah. Ik snap ook dat op zo'n moment. Ja, de wereld even heeft... we stilstaat. Ja, inderdaad. Maar hij had ook nog een horecabedrijf. bedrijf kijk, in mijn kruk, ik kon er nog een beetje uit de weg. Maar met rolstoel uh, kun je eigenlijk uh, ja, niks. Uh. Ja, de boekhouding. Maar verder uh, achter de baan niet of in de keuken niet. of... Ja. Uh, yeah. Ja, het is aanpassen. Je hebt je even afgezonderd. Ja. Sommige mensen ja, die weten dan echt eh, geen uitweg meer hoe ze zich moeten aanpassen erin, wat ze moeten doen. Ja. Maar jij ja, ja dacht ik ga er alles te doen om nog ja, te blijven bewegen, dingen te blijven doen. Uh, hoe heb je toch die knop kunnen omzetten? Nou, dat eigenlijk te maken gehad met mijn revalidatiecentrum en mijn bliksembals in Eindhoven. Uh, toen ben ik daar ja, aan het revalideren gegaan, natuurlijk. Omgang om, om met rolstoel en, en rolstoellessen. En, uh, en toen zag ik allemaal die kleine kinderen met uh, rolstoeltjes en uh, rollatertjes. En toen was de knop even van Pietje toch te piepen. Hup, vooruit en gaan. En toen, heb ik, ja, van vandaar ben ik uh, mijn eigen, ja, de knop omgezet en ben ik mijn eigen gaan uh, op de sport kan organiseren. Oriënteren? Ja. helpen Ik zal je even helpen. Leuk. En uh, ja, dan dat gaat dat klopje om: dan ga je dingen proberen. Ja. We, wist je t, toen al meteen van nou, dit kan ik wel en dit kan ik niet. Ja, ik heb daar een paar lessen rolstoelbasketbal gehad. Rolstoel, volley mm -hmm. Ook nog heel leuk, trouwens. Zeker leuk. Maar basketbal was te long voor mij. En volleybal? Uh... Ja. Gijs toch ja, Was dat het dan ook net niet? Of was... Nee, dat was ook toch net niet. Ik ben uh, niet echt een teamsporter. Uh, ik ben meer een. Ik kan mij heel boos maken zeg maar, op, mm. op anderen dan uh, in het team. Ja, dat moet je denk ik niet hebben, Gijs. Hè? Als je, uh... Nee, volleybal is natuurlijk een teamsport. Ja. Hè? Je moet het met elkaar doen. <laughs> en, uh, maar goed, inderdaad, uh, dat is wel belangrijk. Ja. Uh, zeker als je, uh, ja, als, uh, als je met biljarten bezig bent. Ja, dan ben je echt individueel, individueel bezig. bezig ja. En uh, ja, dan kun je volledig focussen op het ja. biljart. Hoe roel zet het als op? Als, als het teamgraad echt iets doet verveenig. van ik dit, van dit kan niet. Of ja, uh, nou, wordt wel een keer gevloekt. Ja. Dat mag ook hè. Van, maar dan is het ook over. Hè. Ik bedoel, uh, het, het gaat nergens om, hè, natuurlijk bij ons. Bij ons is het gewoon puur. Het plezier in het spel. Ja. En, en meestal is dat ook zo dat het allemaal zonder uh, veel toeters en bellen gaat. Dus uh, dat gaat allemaal prima. Maar goed, soms uh, gebeurt dat wel. En dan is dat ook al. Dan is dat gezegd en klaar. Ja. Volgende punt. Ja, ja en uh, ja dat we hem dus niet. Uh, rolstoel basketbal we dus ook niet. Nee, en toen ben ik uh, rolstoel tennis gaan doen. En dat beviel me prima. Dat vond ik echt een heel leuk sport. Maar toch heb je daarmee moeten stoppen. Dan moest ik van mijn neuroloog. Want het zijn toch te veel bewegingen Naar onder en draaien met je rug. En eh, ja, dat mag ik eh, absoluut niet meer doen. Want is slechter het alleen maar. Ja, En deze doen al aan rolstoel of was dat. Uh... Ik heb altijd al als loper gebiljaard. Ge ge en toen dacht ik van nou dan ga ik gewoon rolstoelbiljarten en en biken. Dat, wat, wat, wat was het moeilijkste? Want ja, normaal gesproken is het wel lopen. Dan kun je echt nog. Onderbejaar heen lopen, uh, uh, nu rollen. Uh, wat zijn dingen, kleine dingen van ik denk van... oh, dit moet even anders dan wat je normaal gesproken gewend was? Nou, wij kunnen geen diepte zien vanaf een rolstoel. Dus als je in de bejaar af staat, jullie staan hoog. Dus jullie zien de dieptes erin. En wij, ja, we zitten te laag. Dus het is. Dat was voor mij even een omschakeling. dat was best moeilijk. Kun je niet dan even een stukje van die boot afzagen? Of... Nee, ja nee. of een rolstoel om ook zetten of zo. Nee, dat nee. Ja, kan trouwens kan wel, maar dan moet ik elektrische uh, rolstoel gaan doen. En, uh, en sommigen wel. En, uh... Je hebt mensen die in een elektrische rolstoel uh, zitten. Heb je dan een soort trainer of een soort kenny, net zoals bij Golf uh, van uh, nou, die bal ligt daar, die ligt iets zo. Nee, nee, nee. Ik moet het echt alles zelf of, uh, doen. Ja, en caddies uh, voor een hulpstuk te pakken. En dan moet alles elf. Uh... Hoe zag je bij van nou Ik ben beter dan. Ja, brons komt niet zomaar. Ik ben beter dan. Ja, uh, uh, yeah, die andere meneer of mevrouw uh, op het toernooi. Ik ben eigenlijk de enige vrouw met de, het, het AKR, dus de Algemene Kampioenschappen-rolstoel uh, uh, BRT. En mijn Nederlands kampioenschap waren nou met twee vrouwen. Laat ik hem anders stellen. Wat was je specialiteit uh, als met... het daarop gaat? Uh... Toch de trekstoten, denk ik. En dat houdt hij in? Dus, uh, ja, als, uh, het, effect. het effect. ja. En uh, als twee ballen bij elkaar liggen, dan krijg je echt onderin de keuken of onderin de bal uh, stoot, zeg maar. Ja, want de keu ligt hier ook op tafel. Ja. Je hebt altijd dat hulpstuk nodig. Hè? Altijd, want de tafel is tamelijk uh, groot en uh, wij kunnen niet overal bij, natuurlijk. En dan uh, als de bal ooit jouw, jouw speelbal midden op tafel ligt. En dan hebben wij die hulpstukken nodig, want anders dan, uh, kunnen we er niet bij. Uh, ja, uh, vier derde, derde ja, plakken al. Uh, wat is voor de, voor de komende jaren het doel? Hoe kun jij jezelf nog verbeteren? Zodat ja, wellicht uh, een komend jaar over een paar jaar daar die gouden plak ligt. Uh, nog meer trainen, denk ik. En uh, minder zenuwachtig zijn. Ja, nog meer trainen, iets ook zonder muziek misschien ja focus, nee, ik ben ook al uh, en ik, ik zeg ik zeg al het zelf <laughs> dus ik moet mijn eigen echt afzonderen en dat is voor mij heel moeilijk ja, en, uh, ja ik vind het gezelschap altijd uh, leuk dus uh, hm. ik ga mijn eigen dan heel vlug maar andere mensen zeg maar ja mooie <laughs> of mee buurten of uh, dat moet je echt niet met enka kijk eens aan waar is de volgende wedstrijd uh, ja de, 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 de NK, de, de lim K 3 banden is in uh, maart. Kijk eens aan. Nou, in ieder geval veel succes daarmee. Dankjewel. En uh, ja, wie weet uh, ligt er dan uh, een gouden plak op tafel. Nou, ik hoop het. Dan gaan we nu door naar de, de rondom Sport Dilemma's. Uh, ja, iedere gast krijgt vier dilemma's. Uh, een korte keuze van uh, het een of juist uh, het ander. En later uh, kunnen we daarop uh, toelichten. Ja, ik uh, begin bij jou Gijs. Okay. Pak hem er even bij. Het zijn er vier. Uh, ja, bij het volleyballen liever smashen of juist verdedigen? Nee, ja, ik ben van het aanvallen van het smashen, ja. Iedere wedstrijd uh, winnen of na iedere wedstrijd een, uh, een palmpje kunnen drinken met het teamgenoten? Ja, het is beide, hè. Nee, één keuze. Wel één keuze. Uh, ja, nou, dan gaan we toch voor het spel. Je zegt het al, in de selectie, uh, dus je hebt de jonge, jonge mensen, jonge ja, junioren, de junioren, de senioren. Mm. Uh, je hebt vast wel wisselspelers, zodat je kunt wisselen. Uh, maar wat heb je toch liever? Een brede selectie of ja, net genoeg man, zodat de beste op het veld kunnen staan en uh, ja, je daarmee kunt spelen? Uh, allemaal spelen. Allemaal spelen. En dat staat in brede selectie. Brede selectie, ja, kijk aan. Brede selectie. En uh, de laatste. Ben je liever bij het net te vinden of juist uh, achter in het veld? Bij het net. Wil je nog even terugkomen? Nee, maar dat zou een aanvulling zijn. Dus laten we dat maar even niet. kom ik, kom ik, zo, nog, ja, kom ik uh, zo, zo nog wel op. Ja, ik heb het met jou gehad. Rachel, over het biljarten. En over het uh, ja, rolstoel tennissen. Uh, als je daar toch voor even twee een keuze wil moet maken. Uh, ja. Ro rolstoel tennis of uh, rolstoel biljarten? Oeh, moeilijk. Als je één ding voor de rest uh, van je leven nog uh, mag. Dan toch het tennis. Toch het tennis, Ja, euh, liever de spelers zijn met de beste afstoot... of juist het inzicht dat je weet waar alles ligt... en waar je moet uh, gaan spelen? Met uh, laatste. Het laatste. Ja, als je nog een keer moet kiezen... als je een van de, de rolstoelsporten uh, ja, gaat proberen... Uh, badminton of het zitskiën? Uh, het zitskiën, absoluut. Ja, ook weer de laatste. Het gaat tot nu toe best makkelijk. Ja. Uh. Ja, liever ieder wedstrijd tweede worden of af en toe eerste en verder rest nooit op het podium. Dan toch eerste worden. Dat knaagt toch, hè? Dat knaagt toch wel, ja. Ja. Ja, wil ik toch even om die tweede terugkomen. Ik had het over afstand of inzicht. Je koopt voor inzicht. Waarom was ik vrouw? Um, Inzichtspel voor ook voor de verdediging en het. De... Ja, het winnen. Ja, dan is het nu tijd voor een filmpje. Want de handbalvereniging uit Schijndal heeft wel een heel bijzondere actie op touw gezet. 10.000 euro. Zoveel geld hebben de rolstoelhandballers van vereniging C4 nodig om te sporten. Het aantal leden groeit, maar het aantal versleten rolstoelen ook. Ik heb in het verleden, 2017, eh, vijf, eh, zes rolstoelen gekocht. En, ja, we komen er nu tekort. Ja, dus we proberen door middel van die kruikvinding om wat extra geld te krijgen om rolstoelen te, bij te kopen. Als het alleen voor mijn eigen rolstoel. plus dan uh, de sportrolstoel. dat past precies in de auto. Maar ja, dan is het al, daarna al lastig om nog meer mee te nemen. Hè, wat je normaal bij een, een normaal team ziet. Ja, die gaan met vier, vijf man in de auto en uh, de tassen achterin. En uh, ja, je bent met twee man en je hebt een heel team uh, vervoerd. Ja, dat is hier veel lastiger. Dus ja, vandaag is een aanhanger of iets, een busje zou heel fijn zijn. Ja, ja. En dan ook droog, want de laatste keer hebben ze vervoerd in een open aanhangwagen. Waar ze zei ik na, toen we bij de concurrent aankwamen. Rolstoelhandbal, je moet het maar kunnen betalen. prijskaartje is te hoog voor een kleine vereniging. Maar een eh, normale rolstoel kost tussen de 5.000 en 10.000 euro, eh, als die aangemeten is. Maar deze zijn wel heel goedkoper, die kosten eh, rond 500, 600 euro per stuk. Zit er ooit wel wat butsen op, of niet? komt omdat de rest natuurlijk niet zo goed kan rijden. Ja. Dan rijdt ze allemaal tegen mij aan. Hè. Dus. Nee, maar dat hoort er gewoon bij. Hè. Je moet elkaar blokken, je moet elkaar tegenhouden. Ja, wat je normaal eigenlijk een beetje met je lichaam doet, doe je nu ook met de rolstoel. Dus ja, met handbal ga je ook. Vang je ook iemand op en zorg je ook dat iemand niet door kan. Dat doe je nu met de stoel. En dit is dan de achterkant. Ik heb dan twee wieltjes, waardoor je verder in de andere rolstoel kunt draaien. Waardoor je dichter op de tegenstander kan verdedigen. Gesprekken met de gemeente leveren niets op. In de sportnota staat dat mijn reis dat sporten voor iedereen toegankelijk wil maken en alle sporters goed wil faciliteren. Ik ben ook echt rolstoelafhankelijk. Dus dat betekende voor mij toch wel om een, om een sport te vinden en, en te blijven sporten, vond ik heel belangrijk. Wij hebben ook mensen die aan het revalideren zijn. En uh, revaliderende mensen hebben geen recht op sportstoel. Uh, dus uh, ja, moet die vereniging die eigenlijk dan uh, verschaffen. Ja, het, uh, het rolstoelhandballen-iets voor jou, Rachel? Ja, nou, het ziet er wel heel leuk uit. Ja. dus als je je vragen van na deze uitzending van kom ik hier meedoen dan nou, ja uh, Dat zal ik wel uh, een keer wel proberen dat lijkt me wel leuk en uh, voor jou Gijs, uh, om te zien hoe, hoe, hoe dat is het is natuurlijk heel anders dan uh, het... nou ja ik, uh, ik vind het sowieso wel knap dat je uh, überhaupt uh, ja, bezig bent en, en en de moed opbrengt om het gewoon te doen ja. uh, want uh, je kunt inderdaad zeggen van nou dat was het dan en uh, achterover gaan zitten. Uh, 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 uh. Maar dat is maar wel duidelijk: daar ben jij niet voor geboren. Nee, daar ben ik niet voor geboren. Nee, wow, maar er uh. zijn er echt heel veel mensen die daar wel. Uh. Absoluut. En, ja. en, en dat, uh, dat ja, dan zeg ik uh, chapeau. Ja, ja. Absoluut. Je zei dat zelf wel: een van de senioren in, in het team. Hè? Mm -hmm. van man, uh, ASM Bonds, uh, als ik het goed uitspreek. Yep. Uh, hoe komt dat hè? dat je er, ja, op die leeftijd is zo nog vitaal dat je het nog mee kan doen? Ja, daar moet je steeds meer voor doen. Ja. <laughs> en uh, kijk, ik, ik heb altijd gesport. Ik heb altijd gevoetbald, ik heb getennist, uh, ik heb uh, ja, al lang volleybald, want ik doe. We hebben het er straks nog over gehad, hoe lang ik al meedoe in dit team. Eh, want we praten natuurlijk over een volleybalteam wat al 50 jaar door ASM Bonds wordt gesponsord. Oh. En dat is uniek natuurlijk. Oh. Dat, uh, dat, ja, ik geloof niet dat al. Uh, Ooit gebeurd is, zeker niet binnen de Winteravond volleybalcompetitie. Hoe is dat destijds ontstaan? Nou, dat, dat is een verhaal eigenlijk van uh, ja, Bons, autoschade. Uh, Henk Bons, Henk is helaas dit jaar, uh, begin van het jaar overleden, de, de Nestor destijds van ons team. Uh, en Henk is uh, op de camping vroeger met de familie. Uh, werd er tegen elkaar gevollied, zoals jij straks ook al zei. Hè? Dat volley, uh, gewoon een leuk soort beachvolleybal. Uh, en dat uh, groeide en dat groeide. En uiteindelijk ja, is, is die competitie in Veghel gestart. En ik weet niet precies meer hoe, hoe, lang, dat die nou, uh, hoe lang geleden dat die gestart is. Maar ja, ergens rond die 50 jaar is dat geweest. En toen hebben ze gezegd, uh, we gaan gewoon meedoen in die competitie. En in eerste instantie was dat een team met familie en een paar vrienden erbij nog. En geleidelijk aan kwam daar een damesteam bij en een tweede herenteam en een tweede damesteam. Dus ja, in, in, in de glorie waren daar vier teams actief. We toen meer presteren dan de gelegenheid? Toen was het echt uh, gaan met die ja. bananen. Hè? Dat is absoluut, zeker. Hoe zijn de mentaliteit nu als jullie spelen op de woensdag, begreep ik? Ja, wij spelen op woensdag altijd. Uh, en dat is intussen een, een samengestelde competitie met uh, Vegel en Ude. En ja, de ene keer spelen we in Vegel en de andere keer in Ude. En uh, ja, weet je, het, het gaat erom: dat... heet iemand nog wel eens uh, van dat, dat, dat het in Ude is. En dan staat de ene helft nog in Vegel? Of... nee, dat, we, we hebben een, een appgroep. En dan uh, ja, wordt er van tevoren al een aantal dagen uh, dan en dan moeten we spelen. En die en die uh, doet moet shirts uh, wassen. Ah, en uh, en uh, ja. wie rijdt er? En, en dat soort dingen. Maar we hebben nu nog maar één team. Voorkomt komt dat? Uh, ja, eigenlijk doordat dat niet alleen bij het volleybal, maar overal met allerlei verenigingen, dat het ledenaantal terugloopt. Hm. Andere sporten, andere interesses, biljarten? Uh, nou, nee, dat ook niet zozeer. Het gaat erom, mensen hebben zoveel activiteiten. He, ze moeten uh, ja, allerlei vrienden, vrienden een groepen bijhouden en uh, ze moeten dit nog doen en dat nog doen en nou ja, ja dan, uh, dan schiet het er soms bij in en dan zeggen ze ja ik, ik stop met met dat volley want daar kan ik er allemaal niet meer bij hebben ja. nou dat, dat soort dingen dat gebeurt en daar jammer is het is eigenlijk jammer ja. he, want het is gewoon heel leuk om, om, om in competitieverband te spelen ja. Uh, en ja ik ben dan meer van het teamspel uh, spel, zeg ja, maar ja. Um, maar dan, dan zie je ook uh, dat je met elkaar gewoon heel gezellig bezig bent. En wat ik al eerder zei: het, het, het gaat natuurlijk om het winnen. We proberen altijd te winnen. Maar als het niet gewonnen is en toch een leuk spel is geweest, dan is het toch uh, net zo'n lekker palmpje aan de rand. Dan, uh, dan dat we gewoon of verloren hebben. Dat maakt allemaal niet uit. Want hoe, hoe, hoe is dat ritueel ontstaan, een palmpje, een palmpje, nou, na de wedstrijd? Of... Ja, intussen zeggen we nog palmpje, maar intussen is het gewoon een biertje geworden. Uh, maar destijds, en dan praten we echt over ja, rond die 25 jaar geleden al, uh, dan hadden we een wedstrijd en toen was de, de, de stapperij in, in Veghel nog steeds open en ja, daar werd gespeeld in, die, in de al. En dan, uh, dan, na afloop van de wedstrijd, zeggen wij altijd: Ja, wij waren heel goed in de derde helft. Ja, de mensen En dan zaten we rond de tafel en dan hadden wij een, een, een leuk uh, ritueel, in feite. Want dan bestelden wij een, een schaal met friet en daaromheen uh, snacks. En dan uh, werd er gepikt. Ja. Is, is het, is het die, hoe lang is het goed gegaan? Want ik neem, maar, uh, nu kan het niet meer, hebben gehoord. Nou, de stapperij is gesloten. Dus, uh, en, en in Veghel of in Uden, ja, daar bestellen we nog wel eens een bitterballetje. Maar ja, dat, dat ritueel van, van uh, de, de schaal en, en de palmpjes erbij, dat is al, al jaren geleden afgeschaft. Ja, maar uh, dat gekeken? is wel iets leuks om, om aan herinnerd te worden. En, en uh, ja, dat doen we nog steeds als we een keer uh, ja, denken aan het nou ja. mooie verleden. Ja. Ja. Hoe gaat dat nu met de prestaties? Nou, wij staan uh, derde van onder. Uh, van een team of een, uh, een pool van, uh, van zes, zeven teams. En ja, dan vinden wij het al knap dat we niet onderaan staan. En uh, daarom, iedere wedstrijd doen wij we onze uiterste best om toch te scoren. En uh, net vorige week hebben we wel gespeeld. En dan winnen we met 2-1. want We spelen altijd uh, drie sets. En toen hebben we twee gewonnen. Nou ja, weet je, dan zijn wij dik tevreden. Uh, en dan hebben we weer twee puntjes uh, rekenen. Kijk, zo reken je dat. Uh, ja, ja. Uh, je behoort tot even de uh, senior, even de wat, wat oudere van het team. Uh, mm. Ja, uh, op, hoe, lang, hoe lang kun je eigenlijk doorgaan met uh, volleybal? Ja, zolang het goed voelt. Uh, en, en je kunt nog uh, een beetje mee. Nou, neem maar zo dat wat ouderen ook zeggen. Stop om we, we, we redenen van die echt niet meer mee konden. Wat voor klachten ervaren zijn. Want ik neem maar, ja. je, je moet na, na het net ook uh, ballen die uh, ja, bij je voeten komen. ook weer. Ja, nee, ik, ik, ik zit op dit moment zelf in, in, in een uh, blessure-situatie met mijn rug ook. Uh, moet nog geopereerd worden. En nou, voorlopig lig ik er nog wel een aantal maanden uit. Ja. Um, maar goed, eh, inderdaad. Voor, voor diegenen waarvan ze zeggen: Ja, weet je, ik, ik vind het spelletje nog wel leuk, maar ik kan eigenlijk niet zo goed mee mee. Dat springen dat lukt me niet meer zo goed en ik kan niet meer zo goed naar de grond en zo. Nou, en op een gegeven moment moet je dan een keuze voor jezelf maken: Is dit nog wel leuk voor mezelf? Ah, maar is dit ook nog wel leuk voor het team? He, want je, je bent een teamspeler en, en je probeert uh, ja, met je team zo goed mogelijk resultaat te bereiken. En als je dan merkt: van ja. Eigenlijk ben ik toch niet meer zo fit voor het team. Nou ja, dan is het misschien verstandig om dat besluit te nemen om te stoppen. Ja, nou, ik hoop in ieder geval dat dat uh, bij jou nog even kan duren. Dat het besluit nog even kan uitstellen. Wie weet. Dat ook nog wat klorie gaan, wat, uh, wat palmpjes. Uh, ja, dat is het. Dat komen. Dan uh, <laughs> komt het wel goed. moet dat uh, helemaal goed komen. En dan dank je wel in ieder geval. Graag gedaan. Ja, en dit was alweer de laatste uitzending van Rolton Sport van 2023. Namens iedereen die aan dit programma meewerkt, alvast fijne kerstdagen en de beste wensen voor 2024. En tot in het nieuwe jaar.